Weet jij toevallig waar H&M voor staat? Nee. Her en me. Ik heb een vraagje. Okay. Ik ben een telefoonboek aan het schrijven, maar jouw nummer mist nog. Ik had gisteren echt een hele leuke dag, maar ik heb jeuk aan geslachtsdeel. Yes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video en vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Ik ben samen met Daniel en Tom achter de camera. We gaan om en om naar beneden, we nemen het sendertje mee en dan is het aan de andere om ons helemaal belachelijk te maken. Stel de vraag, wie gaat er nu als eerste? Daar gaan we even steen, papier, schuim doen. Tom, jij hebt ook even mee achter de camera. Gaan we jongens, steen, papier, schuim. Ah! Oh, nou, duidelijk, Daniel gaat als eerste. Daniel, ik heb een mooi ding voor je. Met deze prachtige bril van Gucci. Die mag je opdoen en straks kan je daar een opdracht mee. Maar ik ben echt fucking nerveus, ouwe. Ik ben echt nerveus. Nee, ik heb een leuk idee. Je gaat achter iemand lopen, laat jezelf vallen. Alsof je echt fucking hard valt, dan ga je helemaal gillen. Ah! Je wordt helemaal gek gewoon. Je wordt nu al leuk. Ga maar naar de eerstvolgende dame toe straks. En zeg dan... Tom houdt heel erg van dikke worsten. Hey, sorry, kan ik even iets kwijt? Jammer. Een maat van mij, Tom. Ja? Die houdt, dat klinkt misschien een beetje stom, maar hij houdt echt wel van worst. Oké. Ja, dus daar moest ik echt heel even kwijt. Oké, dank je. Yes? Nou, dank je wel dat je mee hebt genoten. Hey Dario, die voor jou alvast. Dat is best wel eng als je hier staat, man. Oké, ga gewoon eens even zitten en doe alsof je mediteert. Zeg zo. Ah, Semenya. Ah, Semenya. Harder. Nog harder, we moeten je horen hier. Het kan ja. Oké, staan we erop, staan we erop. Alleen doe dan een gelijke ratslag. Was mooi? Ja, prachtig. Oh, ze zijn wel aan het lachen. Doe je? Succes, jongen. Dank je. Je gaat helemaal vernederd worden. Wat? Die mensen achter je. Ja? Ja? Op dat bankje. Ja? Ga ervoor liggen en slapen. Kan ik hier gewoon tussen gaan zitten? Dat is ook al grappig. Jezus, dat past niet. Tafel. Zeg, mag ik er wel langs? Mag ik even tussen, mevrouw? Mag ik misschien ook even zitten? Zeg nu dat je tussenin wil. Schreeuw zo. Ah. Dan sta je op, loop je weg. Hoe? Nee, naast haar zit echt naast haar. Ja. Zeg hoi en dan kijk je de andere kant op. Hoi. Dat kan niet, jongens. Ga maar lekker even 5 minuten zonnen daar. Ga maar liggen, ga maar gewoon zonnen. Zie je, hij gaat gewoon liggen hoor. Zie je die man, kijk. Ja, vind ik wel een hele goeie dit. Komt er iemand bij liggen? Die vrouw maar, als ze met erbij komt liggen. Komt u erbij liggen, mevrouw? Lekker zonnen. Doe daarmee zijn H&M. Doe. Ik hou zo verschrikkelijk van mijn moeder. Ik hou zo verschrikkelijk veel van mijn moeder. Ik ben een telefoonboek aan het schrijven. Jouw nummer mist nog. Doe het, tik aan.
Ik heb een vraagje. Ik ben een telefoonboek aan het schrijven, maar jouw nummer mist nog. Mag jouw nummer misschien? Ik denk dat ik een beetje ouder dan jou ben. Ja, dat denk ik ook, maar ja, maakt niet uit hè. Leeftijd. Ik ben jonger als jullie. Je moet een beetje naar mijn leeftijd kijken. Mevrouw, ik heb een vraagje. Het is een hele gekke vraag misschien, maar ik ben zeg maar bisexueel. Ik kan frikandellen en van rookworsten, maar wat kan ik daar het beste aan doen? Geen idee. Serieus? Ja. Nou, wel jammer wel. Ja, die weet ik nog steeds niet wat ik aan moet doen, hè. We hebben een random persoon op straat die het leuk vindt. Wat is jouw naam? Rief. Rief. Ja. En Rief die vond het leuk om ook even mee te doen, dus... voor jou, man. Ik ga naar beneden. Dan gaan we heel terug spelen. Zeg, man. Hoi. Hoi. Ga nog een keer erachteraan. Nog een keer. Nog een keer. Hoi. Mevrouw. Hoi. Blokkeer de weg constant voor ze. Gewoon, ja, ik ga gewoon opdruk, ga gewoon opdruk. Wat hè? Ah, ze moest erop lachen, joh. Die mannen bij die bank, ga ervoor liggen. Voor hun voeten, ga er liggen. Ga gewoon slapen, ga slapen. Rug snurken, ja? Ja. Ga ervoor liggen, ga snurken. Ik zie hun reactie niet in jullie zien het wel. Ga snurken. Hoe lang moet ik liggen? Ga harder snurken. Ze zien ons, die mannen zien ons. Ga harder snurken, joh. Ze zitten kattengeluiden te maken. Vind je deze bril mooi? Ja? Zou je me met deze bril doen? Voor vrouwen. Voor vrouwen? Ja. Nee. Ja. Nee. Ga eens even gewoon op de grond zitten en doe de vorm. Nu. Hoe doe je dat? De vorm. Doe het nu. Kan ik toch niet, jongen? Dat ziet er toch niet uit? Nee, joh. Even een vraagje. Zou je me alsjeblieft kunnen helpen om mijn veet te strikken? Want ik heb nooit mijn veet te strikken niet helemaal gehaald. Alsjeblieft. Nou. Kan ik net zo goed de schoen uitdoen? Hey, mevrouw. Hallo. Hoi. Kijk eens. Meneer, kent u Kivesh? Kijk, Kivesh, ik Fines, Kivesh, ik Kivesh. Hè? Hij is voor zijn merk. Ja, is een merk en ook een liedje. Ja, Kivesh, ik Fines. Doe ze mee, Kivesh. Oké. De vloer is lava. 5, 4, 3, 2, 1. En schreeuw zo heel hard, echt door heel de markt. De vloer is lava. Pas op, beveiliger hè. Echt? Oh, kut zo. Sorry. Oh, blokkeer de weg. Loop achteruit. Naar beneden lopen. Hou ze tegen. Dat kan wel niet. Kijk eens. Hey. Als hij wil, dan ik wil jou vandaag optillen, gewoon helemaal gratis. En dan ga je echt 10 meter in de lucht. Nee? Ah, probeer het een keer. Oké, jammer. Ja, dit is wel fucked up. Hoi. Weet jij toevallig waar H&M voor staat? Nee. Her en me. Wij zijn voor elkaar bestemd. Oh, oké. Ja, echt. Ik zie het gewoon, ik zie lopen, her en me.
Nou, vind je mezelf zo mooi in deze auto? Ja, ik dacht echt, nou, gewoon. Kabam! Zeg maar, geef je nummer maar gewoon. Geef je nummer maar. Dan geef je nummer maar. Ja? Ja? Maar ik weet niet helemaal. Heb je Instagram? Ja. Oké, wat ga ik toevoegen op Instagram? Zeg, ik ben trouwens een influencer, hè? Ik ben ook influencer. Ja. Echt zo'n knetterleuke influencer. Dus ik kan dan een DM sturen, mijn Insta en dan. Oh, dan ja. Ja? Maar doe ik het wel alleen voor je volgers, hè? Ja, dat mag, ja. Okay. Ja. Wat is je. Lindy, L-U-N-D-I. Hele rare vraag, ja. Maar ik had gisteren echt een hele leuke dag. En ik heb. Het klinkt echt heel raar, maar ik heb jeuk aan een geslachtsdeel. En ik weet dus niet wat ik eraan moet doen. Dus weet u misschien raad? Ja, je moet wachten tot hier. Hier zo? Ja. Nou, perfect. Maar die is wel dicht nu. Ja, maar ik heb echt heel veel jeuk, mevrouw. Ik meen het. Yes. Zij vraagt me ik normaal. Het is al lang gepast. Vast. Nee, je hebt mijn dag wel beter gemaakt. Wat zeg je? Je hebt mijn dag wel beter gemaakt. Ja, dat is toch leuk? Of ga je me echt zo lang terug in deze hitte? Zou je? Ja, het is warm, hè? Wat een held, jongen. Ja. Wat een held. Nou, ik stuur een DM. Leuk je leren te kennen. En hoe heet jij? Dion. Oh, ja, makkelijk. Nou, geniet van je dag, hè? Ja, jij ook. Oké. Als ik iets doe dat 1 op de 100 mensen niet kan, geef jij me een kus op de wang. Als niet, sla je hem op mijn gezicht. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Kom maar. Yes. Hoe laat kan het zijn, baby? Binnenkort ben je mijn baby. Het is de tweede van de dag. Baby! Die man is niet onder, John. Maar dus ik moet naar iemand toe lopen en vragen of iemand wil spanken. Zeker weten. Gewoon random. Ja, deze meneer. Meneer, wil je mij spanken? Wat is spanken? Spanken op mijn kont zo. Yes! Bedankt, high five. We gaan helemaal stuk, ik zweer het. We gaan helemaal stuk. Vrouw, mag ik wat vragen? Mag ik mijn Euromast in uw haven? Nee, jullie zijn erg, man. En zo naar jullie. Volg mij op Insta, Rief-SH. Rief-SH. Daar komen ook mijn tracks allemaal tevoorschijn. En ja, ik zou zeggen, volg mij. Met deze tags. Ook zo naar deze boys. Hij heeft het wel verdiend, man. Sowieso. Dankjewel, man. Volg hem echt. Ja. Nou jongens, dit was de video voor deze keer. Vond je het leuk? Doe in ieder geval dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat ook even weten wat je het leukste deel van deze video vond. En daarnaast waar we de volgende keer heen moeten gaan. Ook bedankt naar Rie van het. Lekker man. Goed gedaan. Prachtig. Top, Daniel. Het was super lachen. En ik check jullie weer bij de volgende video. Later.